Twee vrachtwagens die kort achter elkaar rijden, waarbij de achterste chauffeur niet meer zelf hoeft te sturen, remmen of gas hoeft te geven. Dat wordt allemaal geregeld door computers. Volgens TNO en DAF is dit de toekomst van het goederentransport op de weg. Het voordeel is dat wij op deze manier heel kort achter elkaar kunnen gaan rijden. Het voordeel van twee vrachtwagens of meerdere vrachtwagens die kort achter elkaar rijden, is dat beide auto's een groot aerodynamisch voordeel krijgen. Je bespaart de brandstof, je bent aerodynamischer. En door het aerodynamisch voordeel zijn er aanzienlijke brandstofbesparingen te realiseren. Absoluut. Verkeersminister Schulz ziet wel heil in de plannen en is niet bang voor meer ongelukken. Nee, juist doordat ze zo snel reageren is het een veel veiliger systeem. 90% van de ongevallen die wij kennen op de weg worden veroorzaakt door menselijk handelen. En mensen reageert nou eenmaal minder snel dan zo'n machine. Dus wat dat betreft, het wordt veiliger. Het wordt ook milieuvriendelijker, omdat je minder remt en gas. En dat geleidelijker doet, verbruik je minder brandstof. En efficiënter, doordat je dichter op elkaar rijdt. Hoe ging de demo? Ja, ging goed. Ja, het ging, we hebben toch al een keer of 6, 7 gereden vandaag. En dat ging eigenlijk allemaal goed. Geen ongelukken? Nee, geen ongelukken, nee. Gelukkig niet.